is gecreëerd om aan de leefwereld van mensen in armoede te denken, om na te gaan wat het voor hen echt betekent en welke de negatieve effecten kunnen zijn. Netwerk tegen Armoede heeft ook heel sterk geïnvesteerd in mensen sterker maken, wat het bijzonder belangrijk is en wat we in de toekomst denk ik moeten blijven doen. Een andere uitdaging voor die toekomst is toch wel om nog sterker in te zetten op de structurele armoedebestrijding en op het wegwerken van het Matthäuseffect. We moeten meerdere experts samenbrengen. Het netwerk tegen armoede kan daar echt een coördinerende rol in opnemen om maatregelen voor te bereiden en dan over te dragen aan de beleidsmakers die het gewoon nog moeten implementeren. En dan zetten we stappen vooruit. Ja, we horen het.